Winterlicht zit erop. De gemeente Breda en partners van de stad hebben samen verschillende activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Van een stadsbrede quiz tot een online FIFA-toernooi en van schaatsen bij de koepel tot een verzoeknummer bij de Stadsbaardier. Ja, vandaag openen wij eigenlijk Winterlicht. En Winterlicht hebben we in het leven geroepen om te laten zien van alle activiteiten voor jongeren die we wel kunnen doen. Je achter ligt nu de ijsbaan hier op de koepelgevangenis en daar kunnen de kinderen tot en met 17 jaar hebben ze in ieder geval de mogelijkheid om nog lekker actief buiten een sportactiviteit te doen. Doe maar mee met Pakkie Troost TV. We beginnen weer, Jan. Ja, zeker. We zijn er weer. Aflevering 2 alweer. Welkom bij Bakkie Troost TV. We zijn er weer. Nou, zoals je ziet hebben wij hier een live pianoconcert. Wat we streamen naar alle patiëntentablets. Naar iedereen die hier in het ziekenhuis ligt. We zijn hier aan het lasergamen in het stadskantoor. En ik ga zo meteen tegen de burgemeester een potje lasergamen. Door de nieuwe coronamaatregelen moesten de activiteiten voor kinderen naar buiten verplaatst worden. Dat werd het buitenterrein van de koepel. Ja, wij hebben hier een gratis lasergame arena neergezet voor alle kinderen van Breda. Voor de leeftijd 8 tot en met 17 jaar. Daarom hebben we de samenwerking gezocht met de Bijaardier en gevraagd of we voor vanochtend tijdens de weekmarkt vlak voor de kerst een verzoeknummer mochten aanvragen. En die hebben we uitgezet onder mensen in Breda. En er zijn reacties op gekomen en daar hebben we er een van uitgekozen. En dat verzoeknummer gaan we direct laten horen. Baas van Breda had een vrolijke liveshow met daarin een terugblik, een toelichting op de vragen en bijbehorende antwoorden op natuurlijk de bekendmaking van het team dat zich de Winterbaas van Breda 2020 mag noemen. Het was een hele spannende strijd, maar het is geweldig dat jullie de teamgeest hebben laten zien. Breda brengt het samen, de Rozen brengen het samen en jullie zijn echt daadwerkelijk de winnaars van Breda. Jullie zijn de echte baas van Breda. Breda nu.